Hallo, mensen. Zoals jullie zien, heb ik hier voortaan een camera mee. En hier is hieronder eigenlijk. Hallo, Zoe. Hallo. Zit jij nou? We zitten wel in dezelfde kamer. Eigenlijk zit officieel Zoe daar. Maar, ja, kijk, kom nou ook in haar beeld. Ja, dat is in ieder geval... Ik heb voortaan een nieuwe webcam, want ik dacht van, laat ik maar eens even een nieuwe webcam doen. Omdat die webcam eigenlijk gewoon te slecht is daarvoor. Dus... Die gebruik ik voor vrienden nu. En wij gaan weer een horror game. Zij heeft dezelfde oren als mij. Daar kan ik niks aan doen. We gaan in ieder geval dezelfde... dan wil ik dezelfde oren zeggen. We gaan in ieder geval een horror game spelen. En weer chapters trouwens. Want we gaan natuurlijk weer een hele serie maken. Ofwel heel veel horror. Ja, maar je vindt het zo mooi. Alleen omdat ik schreeuw ben jij met mijn horror games leuk. Ja, daarom. Maar ook Sam durft geen horror game. Mike wel, maar die is bijna nooit. Sam durft geen horror games? Hij houdt niet echt... Ja, nou de laatste tijd wel iets meer. Ja, ik wou net zeggen, maar ik hou ook niet van horror games. Dus Oké, ben je ready? Want we gaan nog niet eens gamen. Met Zoe dan? Heeft mij een cadeautje gegeven een keer op mijn verjaardag. En ik wil hem trouwens gaan proeven. Waarom? Ik ga janken nu al. Wat? Omdat ik het lief vind. Ja, dan kunnen we hem beter samen testen dan in mijn eentje. Ja, maar ik weet wel hoe dit smaakt. Je weet het gewoon al. Nee, ik ben benieuwd. Het zijn trouwens mini-toprondes. Ah, oh, maar het is gewoon een deel topronde. Het is zo lekker. Mm. Ik heb een keer zo'n grote gehad. Nou, echt een... Kom. Dan zit ik urenlang zit ik aan dat ding te vreten. Urenlang? Ik ben er 5 minuten op. Ik ook. Ik bedoel, urenlang van te smullen wilde ik dan maar. Nee, oké. Laten we in ieder geval gaan beginnen. Trouwens, ik wil mensen wel 2 players doen. Ik wil zo'n ronde lamp kopen, want dan kunnen de gordijnen gewoon dicht. Maar... Dan worden we geblindeerd. Dat kan niet omdat mijn camera dan aan de stroom gaat doen. Maar we gaan beginnen. Welkom in de horror game. Deze heet... Hoe heet het? De Astrium. Astrium. De onbodige naam. Ja, een hele rare naam. Nou, trouwens, dit is mijn outfit. Zoe, kom naast me staan. Kom aan! Trouwens, op mijn beeld lees. Ja, maar dan staat een mic in de weg. Wee, kan jij niet zien. Ja, in ieder geval. Oh ja, ik kan nou niks meer zien. Ja, trouwens, mijn tweede beeldscherm is dood voor nu. Dus ik heb alles, moet ik gewoon zien uit de geluk. We moeten even wachten op deze. Oh my god, dit is zo druk. Ja, het is echt druk. Hoe zou ik toen net gaan? Toen we net was veel rustiger. Nou, ondertussen als hun weg zijn, maakt niet meer uit. Ja, nu moeten we wachten. Heel lang. Welkom wachten. In deze livestream. Wij gaan wachten op de lift. Ah, niet doen. Dat is eigenlijk best naar. We komen gaan in train. Ik heb mijn naam afgebroken. Nee! Nee, maar misschien kwam er dan niemand in, maar dat doe je nog wel even. Oké, wacht, douw het tegenaan. En anders moet je gewoon lieven. De moedjes van ons ook gewoon net bij. Ga ik erin? Jij en Sam hebben toch dezelfde al? Ja. Oh. Nee, rent lief! Mooi. Oké, let's go. We gaan het nog langer doen. Zo. Welkom bij deze livestream. Nou, trouwens, over de video's en alles. Alles komt er weer aan. Ik ben nou bezig kom om... Kom aan Tripreo dan wel proberen. Nee, laat maar. Zeg je ook een beetje laat. Hij wil niet toeplayer. Ja, dan moeten we maar wachten. Ook gewoon die muziek is zo irritant eigenlijk, hè. Oké. Tegenaan blijf lopen. Nu is de kans. Oh nee, alsjeblieft, laat ons... Alsjeblieft. Please. Yeah. Komt-ie. Ja! Oh my god, yes. Oké, we gaan horror spelen, Zoe. We gaan horror spelen. Ja. Yeah. Wat ik naar vind, is zeg maar, je kan niet inzoomen. Nou, nee, maar je kunt niet first person, dat is gewoon kut. Ja, zodra ik misschien in de game wel, maar nu niet. Hoop ik. Ik hoop echt dat mijn naam niet afbreken. Ik heb ze net laten zien nog in de camera. Ik heb een paar afgebroken. Ja, dat is makkelijk niet. Nu hoef je het per se niet bij mij. Nagels. Nagels? Nails. Ja, maar ik zei Nagels. Ze heten Nils. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik zeg gewoon Nagels. Waarom zeg je Nagels? Omdat ik Nagels zei! Oké. Okay. Oké, we gaan beginnen. Ik
ga straks nog vertellen over, over mijn video's. Dat komt later wel. We gaan eerst deze game spelen. Ook gewoon weer de handje. Ik heb een autisme dat ik nou de handje ga gebruiken. Autisme dan moet ik niet... of een tik? Een tik. Dat ga ik niet meer doen. Deze game is even. Boeien. Trouwens. Oh. Je kijk uit voor je oortjes. Oh. Ik kan nogal hard schreeuwen. Maar ik heb hier het geluid zacht staan. Dus ik denk dat het wel goed komt. Onze stem is ik kan wel hard schreeuwen. Ja, onze stem is harder dan de game. Ja, alsnog kan ik hard schreeuwen. Dus denk nou niet dat de game harder moet of zo. Nee. Eagle Studios. Wow. Dat is echt iets van mij en Rent gewoon. Yeah. Wow. Kijk, nu kun je voortaan daarin doen. Dat is veel chiller. Dat doe ik ook. Ja. Wow. Maar hoef ik eigenlijk... chapter 1. We hebben flashlight. Ashlyum. De Ashlyum. Chapter 1. Ashlyum. Warning. This horror game wish may cause bla bla bla. Blibibloo. Jongens, zet de pauze. May cause anxiety and restlessness. Niet lezen. Dit is veel te lang. Jumpscare. Ja, dat gaat altijd. Please wear headphones for the best experience. Ik heb oortjes in, maar ik heb mijn geluid niet aan. Hallo, dit is een box. Dan moet ik hem een box uitzetten. Nee, dat ga ik niet doen. Dit is wel een goede experience van deze. Misschien niet al. Ja, ik zit erin. First person. Ja. Mij gaat het zo stomen. You're an explorer. You are here to explore a 1910s Alessium. Ashlyum. Hey, Rens, moet ik lopen? Ja? Hier heb ik geen zin in. Oh, oh. Ja, dat ding zit ook in mijn beeld vast. Hallo. Moet ik hier een foto van maken? Ja, doe maar. Nee, dit is een tekst. Er hoeft geen foto. Ik heb een foto van gemaakt. Je moet... Hoe moet je dat ding wegdoen? Dat weet ik niet. Nee, ik ga het toch niet lezen. Ik vind het altijd leuk om eerder de horror game te spelen dan te lezen. Hey, ja, hallo, ik sta er weer... Jij loopt voor. Ik sta er weer in. Zap me. Je moet blijven tikken. Of iets. Can I just please get us out of my screen? Thanks. Where's my flashlight? Jij loopt voor. Waarom moet ik elke keer voor? Omdat jij de man bent. Die voetstapjes maken het zo irritant. Oh, hier een deur. Ja, die deur deed net bij mij ook niet. Hé, is hier nog een deur? Ja, hierachter is nog een deur. Oh, ja, maar die werkt blijkbaar niet, hoe zei je. Oh. It's dark here. I should... Find a light switch. Yes. Oh, deze werkt wel. Oh, hier zit wauw, hier zit gewoon een light switch. Hallo. Generate something has opened. Something has opened, zegt hij. Ik, waar is mijn flashlight? Mijn licht. Sorry. Mijn licht. Mijn licht. Rens. Oh, mijn licht doet weg. Mijn licht doet dat niet. Zoe, mijn licht. Ik kan niet verder lopen met dit of wel. Nee, mijn licht doet het. Zoe, je gaat in de darkness. Hoi. Hallo, mijn licht doet het niet. Ja, mijn ook niet. Ik ga achteruit lopen, dan gebeurt er niks. Hé, hey, het is hier veel te donker, maar ik ga weg. Zoe, waar ben je? Huh, Zoe, waar moet ik naartoe? Huh, wat doe je nou? Hé, hey, ik zweer, het is hier veel te donker. Ik loop tegen een muur aan, ik weet niet waarom. Ik ben benieuwd waar ik uitkom. Huh? Oh, dat was een deur. Ja, joh. Rens, je laat me alleen. Zoe, waar ben je? Zoe. Ja? Huh, wing. Hier. Waarom werken onze flashlights niet? Dit is zwaar poep. Hoe moeten wij ooit iets doen? Ik ga wel aan deze muur vastlopen. Zoe, ik ben heel diep in de darkness. Oh, help. Ik zie helemaal niks meer. De elevator kunnen we niet meer gebruiken. Zoe? Ja? Ik ben in de dark. Sorry, ik zie je naam. Oh, wat ben ik blij dat ik jouw naam zie. Nooit meer hier naartoe lopen. Oh, werkt de flashlight weer? Nee. Jawel. Hè? Oh, dan deed hij bij mij in echt al de hele tijd. Oh nee, wacht. Hier werkt hij niet meer. Waarom werkt hij hier wel en daar niet? Omdat hij hier ook gewoon bij mij werkt. Oh, hier werkt... Zoe, kun jij even flashlight gebruiken? Oh, wacht, hij werkt weer. Oké, nu kan ik eigenlijk wat zien. Het is niet hij glitcht gewoon een beetje. Oh, dit is het einde. Ja. We moeten terug volgens mij. Ja, ik heb al de deur al gecheckt. Let's go to the lift. Wow. Something has opened. Something has opened, ja, zegt hij. Ik weet niet waar. Ja, ik weet niet waar. Kan je er tussenin?
Elevator, not in use. Nou, en hoe komen we daar dan... Daar is een elevator staan. Weet je zeker? Nee. Oh, ik heb de deur gevonden! Madame! Ga in de elevator staan. Straks flikkert hij naar beneden. Hallo? Waar? Daar. Waar? Hier. Dat zag ik niet. Hallo! Goedemorgen! Hey, mensen hebben... Ah, godver... Het begint nou al. Ik zag niks. Ik zag naar die lamp kijken. Die schilderij flikkerde voor mijn neus. Oh. Zo, jij mag deze keer voorop. Nee, jij bent de man. Ik heb hier voorop net gelopen. Oh, ik zie niks. Hallo? Hallo! Ja, dus... ik zie niks. Ik ook niet. Oh, nu doen ze het alweer. Waarom is dat? Dat is niet leuk. Ik zie niks. Oh. Ik ook niet. Hallo? Ik zie rood. You good morning? Ik zie rood. Hallo? Ja, dat is een machine. Oh, waarom zijn we bij een machine? Oh, hier is helemaal niks. We gaan hier door. Wat is dit dan weer? Oh, papieren. Goed, kijk hier. Kijk hier. Goed. Ja, dat zei ik ook al. Goed. Bloed op de braam. Nee, ik kan hierin. Jee. Ik denk de hele tijd dat... Oh, wat is dit? Oh, je hebt iets geactiveerd. Generator activated something has opened. Alweer. Het houdt niet op. Hé, hey, we moeten terug volgens mij. Waarom vind ik dit zo eng? Omdat oh, ik dacht... No. Ik zag een plant bewegen en ik denk... No! Dat we is moeten terug naar die andere. Oh, oh, sorry. Nooit meer in mij lopen. Nooit. Ik sta hier de hele tijd al stil. Oké, we gaan vooruit. Ik krijg hier straks nachtmerries van. Anxiety is angst. En restlessness. Ik moet een jongen zijn, hè. Leuk. Leuk om jongen te zijn. Godver, waarom is het weer zo donker? Ik volg jouw naam wel. Waarom volg je mij? Omdat ik niks zie! Hoe zie jij niks? Jij ziet meer als mij. Mijn flashlight doet het deel niet of zo. Moeten we hier naartoe? We gaan wel hier naar achter, ja? Ik heb de deur gevonden. Rens, je loopt weg van mij. Oh my god. Ik heb zo'n... Rens, kom terug! Ik heb een hartaanval dadelijk. Kom hier! Ik heb dadelijk denk ik een hartaanval, joh. Niet normaal. Ik ben niet gemaakt voor gehoor. En toch vind je het leukst. Ja, maar leuk om jou te doen. Het waar... Zoey! Kom op. Niet altijd mij voor laten gaan. Dit is gewoon een badkamer. Yo, bedkamer. Oh, en doe het aan. Jenna, is dat vind... Waarom is alles geopend? Wat is dit voor horror game? Behalve dat ik gewoon alleen schrik omdat een plant buiten beweegt. Oh, nee. Dat ding zit erin. Missing person, Jonna. Jonna is ons aan het houden. Hij zit... Zoe is door dat plaatje ingelopen. Sowieso zit hier iets. Ja, ik zie hem. Je weet dat ik hier echt helemaal niet van hou, hè? Wat? Oh, wacht. Hier is de deur dicht. Waarom is hij zo donker? Oh. Hello, is there somebody under the stairs? You want some jeans? Kunnen hier onderlopen? Ja, we kunnen hier gewoon onderlopen. Oké, let's go upstairs. Joh, ik zie helemaal niks. Waarom? Deze flashlights moeten ze beter fixen. Nee, ik... Oh, bloed. Hoe groot zijn die handen wel? Dat is heel goed jouw handmaat. Ik wou net zeggen, ik zal mijn hand er al zo voor te houden van dit is mijn hand. Nou, Ruins? Yes, what? Ben je een moordenaar? Je... Ja, man! Is jouw hand, dus... Helemaal niet! Maal wel. Hé, mijn light werkt weer. Hallo? Waarom heb ik altijd deuren die dicht zijn? Ja, joh, zo, je doet weer een deur op. Godverdomme. Ik ben hier niet voor gemaakt. Hallo, stupid flashlight. Ja, ik zie mijn flash... Ik zie helemaal niks meer. Madame, loop dan ook niet vooruit zonder mij! Ik zie niks! Ik zie hier een kast. Ik ben op een kast. We kunnen naar boven volgens mij. Wat de fuck ben jij? Hallo? Hallo? Oh, ik zweer, ik ga nooit... Ik schrik zelfs van dit. Wat is dit? Dit is een ton. Ja. Ik ben bang voor tonnen, mensen. Nieuwe trui aan laten maken. Rens is bang voor tonnen. Hij zegt maar nu zijn eigen shirt al aan. Ik ben in het licht. Rens heeft nu zijn eigen shirt al aan en dan staat er achterop, staat er rustaar. Rustaar? Ja, maar dat is meer. Oh, wacht. Hé, hey, nog meer bloed. Hallo, dit is een curtain. Kun je naar buiten kijken? Zo, hé, jij moet hier zijn.
Hoezo moet ik daar nou weer zijn? Kom nou, waarom staat daar? Daar ben ik net al geweest. Ik zie niks. Ik ben niet net al geweest. Dit is niks. Wat is dit voor overstoom over dan? Oh nee, hier. Zit hier een trein in het gebouw of zo? Ja joh, wat eng. Ik krijg het wel warm. Ik heb schat dat dit echt niet de bedoeling was. Hè? Kom, we gaan terug. We wat is terug. Er? We moeten terug. Wat zei je? Ik heb het geactiveerd wat niet de bedoeling was volgens mij. Wat heb je nou weer gedaan? Jij hebt een klik toe. Zo weer maar mee. Je loopt tegen een muur aan trouwens. Oh, nee. Dit is een deur. Ja, we moeten weer terug naar de andere deur. Dit is niks! Nee, dat hoor ik. We moeten terug naar de andere deur. Hierzo. Huh? Hier was toch een deur? Nee, hier is een deur. Madame! Hier is een deur. Oui, oui, madame. Dit is een toilet. Hele mooie. Je hebt een deur geopend. Ja, die kwam niet ook uit. Je walk straight forward! Doe dat. Ik hoor hem wel. Ga naar voren. Rent. Ga naar voren. Dit is dat. Je bent eigenlijk het hartstikke schreeuw. Dus ga jij maar naar voren. Nee, ik moet niet alleen mij laten schreeuwen. Jij bent de content van schreeuw. Is hier niks. Oh ja, vent. Oh. Nee! Nou loop jij voor. Ja, ook niet man. Het is... Sorry, hallo, trouwens, we mogen niet springen. Het lijkt wel alsof je geen broek aan hebt. Van achter. Wauw. We kunnen niet een... springen. Kunnen we niet omhoog? Nee. Wacht! Wing! Ben je doorheen? Ja. Wit zeker? Ja. Oh ja, ik kan niet springen. Hm? Hallo? Hm? Hi. Hallo! Oh. Nee, I don't like plants. Ik ga wel rechts. Waarom die flashlight? Ik zweer, ik stond stil te kijken. Ik kijk niet... naar mij naar de muur kijken. Jij denkt echt van, nee, dat wil ik niet zien, dat wil ik niet zien. Hallo? Waarom is dat zo creep? Dus Tom, ik... Nope. We kunnen hier niet achterop, oké. Okay. Hé, hey, dit vind ik niet leuk. Oh, hallo deur. Nee, waarom gaat die... Oh, die... Ja, ook gewoon achteruit die deur open toen. Ja, joh. Hallo. You want some cheese? Wacht, dit is de tweede keer dat wij in het we moeten gewoon komen. Omhoog. Ja, we moeten eerst naar beneden, dan weer naar boven, dan weer beneden, dan weer naar boven. Nee, we wat zijn ook naar beneden nou? Gelopen. Weet ik ook. Dat is diegene die ik net zag. Ik zag rode oogjes. Hallo. Ik keek even op Rens beeld. En dat was de persoon die ik net zag. Bloed. Godverdomme. Oh! Zo, je loopt een keertje voor, oké? Okay? Ik zag hem. Nee, ik zag hem. Hey, room 10. Oké, we kunnen niet in room 10. Jij loopt voor. What's that horrible smell? Is it... Oh, is het de smell... Joh, zover was ik ook al. Is het de smell of death? Nou, ik zie hier een hand met bloed. Ik zie hier een plek met behoorlijk bloed. Ik krijg een bloedheet. Ik haat horrorgames nu vanaf. Oh, de deur is open. Maar het is zo leuk. De deur is open. Zoe, you walk forward because I shriek most. You act... Waarom kun je activeren alles? Omdat ik zo snel mogelijk ben. Ik ga deze kant op hoor, fuck jou. Hé, hey, er is hier een deur open, ik weet niet. Ew! Dit is... Nee. Hoi. Blijf, ik ga in dit hoekje staan. Ja, maar ik kan hier niks. Jawel, wat is dit dan? Het is een deur. Oh nee. We moeten een lijk vinden. Nee, ik weet al wat het is. Wat is dit? Sorry. Oh. Wat, is deze gewoon nieuw? Nee, deze heb je net geopend. Oh. Hij zegt, you have something open, toch? Zei hij? Ja. Ja, nou moet het... Die deur is geopend hier. Hm. We moeten wel hier iets doen. Moeten wij hier achterlopen of zo? Nee, dat kan niet. Moeten we iets activeren of zo? Wat de... Wat moeten we hier doen? Weet ik toch niet. Hallo? Ik loop echt... You want some cheese? Ik heb echt de hele tijd vast al. Dan ga ik gewoon weer naar deze deur. Waarom hoor ik die kutgeluid in? Oh ja, ik heb hem gevonden. Wat? Kom. Yeah, smelly. Ja.
Wat? Waarom zie ik ineens een bloedplek op de grond? Oh, hallo! Mag ik ook iets activeren? Generator effect. Zo, hé! Ik wil iets activeren. Deze achterste, achteraan. Ja, goed zo. Wat was dat? Oh, er was een vlieg. Ik ben bang voor vliegjes. Zie je, deze ging open. Goedemorgen! Hoe ik ook gewoon zo. Goedemorgen! En jij komt dan denken, kijk, dat vind ik nou mooi, dat jij ook meeschreeuwt. Anders voel ik me zo kak. Goed, Rossu. Goedemorgen, bent u. Kijk. Okay. Hallo? Nee, Zoe. Kelders. Ladies first! Oh my god, dit gaat echt diep. Hallo? Is dit een attraction? Nee, dit noem ik geen attractie hoor. Nee, noem ik ook geen attractie. Moeten we parcouren? We kunnen niet parcouren. Oh, we kunnen gewoon doorheen lopen. Ik hoef niet te zwemmen hoor. Hij staat daar weer. Nee. Maar ik zie je in de bal door die klote flashlight. Oh nee.
Hallo. Zijn we daar nou weg? We zijn bij de elevators. Oh nee, is dit in de beginning? Ah, heel toevallig staat er eentje open. Doei. Oh, je moet niet weten hoe het eruit zag. Oh, prachtig. Alsjeblieft, laat er niemand in. Daar heb ik ook echt schrik voor. Als iemand onder je voeten gaat pakken. Dat nog meer elevators. Dan zal zeker weer hier uit. Wat mooi. Wat is dat voor foto trouwens? Wat de. Elevator that we use, right? Hallo, my friendo. Kan er niet. Moeten we er. Nee, dan moeten we niet in, hè? Shop. Ik zei het je, dit was die dingen. Dit is het begin-ding waar we net waren. Bij het helemaal begin, toen we de livestream begon, ja. Waar we de server joinden, dat was dit. Ik kan me niet meer. Die gaat zo direct bewegen. Ik zweer, daar heb ik ook echt het gevoel van. Of we doen de deur open en er staat in één keer achter ons. Ja, hij staat achter ons. Oh, ja. Liep jij nog tegen die deur aan? Broski! Toedaradoki of zo? Broski! We moeten hier naartoe. Nee, we moeten hier naartoe. Hier. Nee. Ik wist het! Jens, nee, daar moeten we daar niet. Oh, wat? De deur gaat open. De game is gemaakt om dat de deur open gaat. Nee, ik wist het. Ja, komt hij weer aan. I am not scared. Ook het mooie is, ik hou pokerface. Ik ben dood. Waarom zit die gras? Goed. Die is niet open. Waarschijnlijk is nu moeder achter waarom gaat. Waarom schreeuwen we hier zo? Jij loopt ook gewoon. Nee, nee. We moeten naar buiten. Nee, hier ga ik niet aan beginnen. Hier ga ik echt niet aan beginnen. Ik wil. Gewoon het weer. Oh, waarom heb je het weer jou? Wow. Rens, waarom ben je naar buiten gegaan? Yo, ik schrik van een fucking lamp. Ik heb echt een slecht gevoel voor dit. Jij ging naar buiten, ik ben geteleporteerd. Hallo, ik blijf hier wel lekker binnen staan. Je bent Nee. Je blijft hier niet. Hallo. Kijk, dit lijkt. Hallo. Hallo. Bomen. Hallo. Oh, ik heb nog nooit zo gewerkt. Oh, we zijn eruit. Ja. Oh, die hebben ze een huis. Oh ja, we moesten zo snel mogelijk eruit gaan, hè? Dat was het, we moesten zo snel mogelijk eruit gaan weer. Ach meid. Ach meid. Deden we toch lang over. Oh, wat? Oh, ik zag een bloedspetter. Hij staat daar. Hallo. Zij staat daar. Nee, dat is een skeleton. Dat ene meisje was vermist. Oh, en nou is in één keer de bloedspetter weg. Ja, man! Ja, man, even. Hij komt sowieso in mijn beeld. Ik wist het. Maatje, maar ik zie helemaal niks. Mijn beeld is zwart. Hij komt in mijn beeld. Wow. Hij komt in mijn beeld. Jij ziet meer als wij, dat is niet leuk. Dan kan ik niet, dan moet je bij mij kijken. Ik breek mijn nek. Ja, de derde. Kan ik lopen? Nee, tuurlijk. Kan je nog? To be continued. Ja, we hebben gefinished. Chapter 1. Nu nog naar chapter 2. Jongens, welkom. Dit was nummer 1. Nu gaan we naar DOS, want ik ben gewoon zo smeker. Uno, DOS, Uno, DOS. Yeah. Wacht, chapter 3 was toch ook al uit? Nee, niet bij deze. Dit was 2, 1 en 2. Chapter 2, welcome. Dat vind ik leuk. Welcome. Ik vind het leuk als zo lang. Have you played chapter? Ja. Yes. Hier gerend, twee players. Ik zit in een auto! Miep miep! Mop. Typisch gewoon even hetzelfde. Mop mop, miep miep! Kijk, Sobi, ga even zo zitten. Dan kunnen we gewoon zitten. Ik zit achter het stuur. Vroom, ik zit ook gewoon achter het stuur. Waarom laten mensen mij achter het stuur? Gewoon, dat is. Oh, je kunt niet rijden zeker. Nou, ik ben. Een vrouw. Wil je dat gewoon zeggen? Nee. Ik ben gewoon een randbeeldje op de weg. Zo zie ik het al voor me. Nou, wanneer gaan we? Nu. Je mottefokker, hoe dan? Welkom bij Chapter. Kunnen we die andere ook nog spelen? Nee. Hoezo niet? Omdat we een andere gaan spelen daarna. Maar niet die. Die andere met die chapters. Die komt later. Laten we beginnen. Ik snap mensen niet die Mimic leuk vinden. Ik
ken Mimic niet. Boeit me ook niet. Ik kan echt niks zien in de Mimic. Dat ligt blijkbaar aan je laptop, want bij mij zag je alles. Dat is gewoon goed beeldscherm dit. Wat nou? Ik zag meer dan jou. Ja, daarom is het goed beeldscherm. Dat is rommel. Zie je me? Ja. Is trouwens mijn hand als je het afvraagt. Eagle Studios met oortjes. Wiep wiep. Wiep wiep. Yo, je weet dat ik niet van verlaten gevangenis hou, hè? Oh nee, dat wist ik nog niet. Nu wel. Ik vind het gewoon vreselijk, omdat ik weet dat er mensen hebben gezeten. Zoveel. Kijk, Anxiety and Restlessness. Restlessness. Echt kut, volgens mij te spreken. Yeah. Restlessness. Restless. Oh, jee, Rens. Experience? I got that big box where I scared of. What are you doing? I see staking middle finger to me. Rens. Zoe, fuck you. Doe naar beneden. Oh, ja. Rens. Ho, hallo, ik zit in jou. Oh. Rens. Hey, we zijn weer terug. Kijk. Je kijkt niet, ik heb mijn nagel weer. Gadver, sowieso allemaal nagels aan het afbreken. Hopelijk werkt deze tenminste wel. We gaan weer terug. Oh nee, maar we moeten de andere kant op. We moeten in de auto. Oh, ik zag nog een steen. Oh my god, ik zag een steen en ik schrik. Ik ben niet goed, toch? Ik ga links, ik ga rijden. Mijn vrouwen kunnen niet rijden, dus ik ga maar daar. Moet op dat groene knopje drukken? Druk op dat knopje. Hoe gaan we vooruit? Zeg alsjeblieft niet dat dit het niet is, hè. Dit is het niet. Dus, ik dacht, ik ga lekker rijden. Oh, we moeten die lampen volgen. Oh, wat schattig. Een lampje aan een pauwtje. I should follow the light. Nee, daar was ik echt niet achter gekomen, hoor. Zo, hé, hey, wat ben ik dom. Waar is de andere licht? Hé? Wat? I should follow the path. Ik wou net zeggen, het is gewoon een pad. Ja joh, loop tegen een boom aan, Zoe. Hallo? Huh? Wacht, we volgen het licht. Volgens mij zijn we op de verkeerde kant. We moeten wel het licht zoeken. Le, light. Where are the lights? Hello. Oh, hier. Oh, boven. Hier. Wait. Bovenop de berg. Daar staat een kleine dwerg. En dan weten we hem niet weg. Ja, echt hè. Hier, nog één. Ik hoorde wel. Wow. Oh, wacht, die skelet loopt nu natuurlijk rond, hè? Oh, loopt hij rond dan? Waarschijnlijk. Hoe weet jij dat nou? Omdat hij wegrende net volledig op jou af. Oh, maar dat wist ik niet meer. Moeten hier links naar boven? Nee, we moeten hier rechts. Godver, ik loop tegen naar bomen aan. Waarom zijn hier nog meer huizen? Waarom wil je zoveel huizen in en zo'n gekke buurt? Het is letterlijk een natuur. Oh, dit is de gevangenis. Moeder naartoe. Die wil een gevangenis naast je huis, echt. Wat is dit trouwens voor gevangenis? Of gewoon een gek huisje. Waarom zie ik daar punten? Oh, dat is een boom. Oh, ik kan hier niet in. Wij gaan ook gelijk naar het steentje. Hallo? We moeten hier naartoe. I feel like being watched. Nee. Zo ver was ik ook al. Dat vind ik niet leuk. Hallo, deur? Nee, hallo, deur? Deze deur werkt niet meer. We moeten vooruit. Waarom haat ik zulke grote pleinen? Kan het nou niet kleiner zijn? Waarom ging dat licht uit? Ik hoor even iets stappen of niet. Ik hoor een hartslag. Een hartslag. Oh mijn god, ik dacht dat ik iets rechts zag. Oh, wat ben ik allemaal dingen aan het zien ineens. Dat is niet normaal. We moeten hier. Koekoek. Oh mijn god, sowieso komt daar boven in dat ding. Oh nee, dat is een lamp. Wat is dat voor te... Oh mijn god, dat is een klokkentoren. Oh mijn god, ik ben bang. Nee, vind je het gek? Ik ben ook bang. Ik zit hier gewoon in een fucking donkere wereld rond te lopen. Zullen ik lopen van leven in de verkeerde kant op, hè? Waarom heb ik zo'n grote uitslag? Zo, hé! Wacht! Dit is niet de bedoeling! Wat? Madame! Ik kan niet tegen... Ja, zo ben je, waar ben ik? Ik heb die uitslag! Hoe zit hij? Ik kan niet tegen die uitslag, alsjeblieft blijf bij me. Oh mijn god, de boom. Rens, nee, dat heb ik al graag gecheckt. Ben ik nou de enige die niet tegen die hartslag kan? Ik hoor het niet. Hoor dit.
trouwens. Ik zie niks. Dat zijn voetstappen. Dat zijn voetstappen. Ik wist het. Ik dacht al. Ik wist het. Ik hoor hem steeds harder. Hallo? We didn't see that. I'm on my hook. Can you repeat that? We didn't see that. Volgens mij was het alleen maar rood. Hallo, sorry. Maar waar ben jij? Hallo? Hallo, Rens, ik zie jouw naam niet meer. Can it just be light? Stil eens. Ik hoor allemaal dingen gebeuren. Maar ik zie jouw naam niet meer. Jouw muis werkt volgens mij niet meer. Jawel. Oh, hallo? Ja joh, Zoe is het horrormens. Staat voor mijn gezicht. Where am I? Ja, getrapt. Let's go, get out. Wee, 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 wee. Wat moet ik nou doen? Sowieso gaat er iets gebeuren, want ze gaan iets laten zien. Ik hoor hier bovenin. Ik ga achter het bed staan als je het niet erg vindt, in de hoekie. Ga in dit hoekie. Ja, ga in dit hoekie. Dit is een goeie. Zo, ik zie helemaal niks. Hallo? Oh, ik zie iets rood. Ik hoor ook iets rood die ook zijn rood van haar, hè? Is dat niet een camera? Hé, hey, broski. Yo, kan ik het tussen squeezen? Ik zit vast. Oh. En nu? Yo, bitch. I don't know what to do. Can you give me a hint? Dat is niet te doen. Can you give me a hint, zeg ik, hè? Wat doet hij? Deur open. Nou, hé, hey, ik ben hier niet voor gemaakt, hoor. Ja, doe je een fles uit het wel? Nee, dit doet het elke keer niet. Dan moet ik hem inladen, die flashlight. Heel erg inladen. Ik zag een groen lichtje. Ja, ik zie een groen lichtje. Daar moet ik naartoe lopen waarschijnlijk. Ah, nee. Nee. Waarom moet het nou weer donker worden? Yo, I don't like that. Hallo? Oh, nou jouw flashlight doet het wel. Nou doet het ineens wel. De fok. De winkie. Hallo, deur. Nee. Ja, joh, zo. Je loopt gewoon door de deur heen. Hè. Wat is dit? Ik zie helemaal niks. Madam. Hey, uw flashlight werkt. Jouwe werkt. Oh nee, mijne werkt. Huh? Oh, jouwe werkt. Mijne niet. Hier glitcht die weer. Deze game moet even een flashlight update doen. Zoe. Zoe. We lopen. Zoe. Ja. Je loopt tegen een... Waarom is dit zo groot? We moeten die kant op, denk. Ja. Oh, je maakt mijn flashlight weer. Oh, nou niet meer. Oh, jawel. Nee, nou niet meer. Huh. Jongen, ik zweer, deze flashlight werkt niet. Huh, ik loop achterdoor. Nooit meer achteruit lopen. Jawel, hartstikke leuk. Wat zie ik daar? Dat is een rood lichtje. Daar moeten we waarschijnlijk naartoe. Let's go. Godverdomme. Ik zie helemaal niks trouwens. Oh ja, prachtig. Ik ga hem deze keer activeren. Dat was niet slim. Doe die deur dicht. Ik ga achter het hoekje blijven. Dit wordt mijn huis. Ik hoor geen voetstappen. Nee, dus het is rustig. Wat moeten we hier doen dan? Niks. Oh, hier. Nee. Er staat één ding op rood. Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Geactiveerd. Staan jullie lichten aan of zo? Ja, Ja, volgens mij staan... I need a key to open the box. Dit is een cafetaria, volgens mij. Ik hou niet van prisons. Omdat ze zo groot zijn en zeker in een horror game. Oh nee, zie ik hier nou een vent? Oké, we moeten straks door een schacht, denk ik. Ik heb zo'n gevoel. Een vent. Een vent. Ja, een schacht heet dat in de Oh, raad. Weet ik toch niet. Nope. Noem dan gewoon een luchtpijp. Yes! Oh, je hebt hem al. Hallo? Deur staat hier open, zo hier. Bam! Voelt tegen het raam aan lopen, gewoon. Gewoon even serieus. Ah, wat? Oh, ja. Die schrikt gewoon van een fucking raam. Ach ja, ik schrik gewoon van een steen. Ja joh. En we schrikken allebei van een wieltje. Deze gaat sowieso open. Oh nee, toch niet. We moeten naar beneden. Of nee, toch niet. Waarom zit hier een afstapje? Wie heeft er nou een afstapje in zijn prison? Ook gewoon wee. Wat is dit? Oké, ik hield van kleine gangetjes, maar niet zo klein. Hallo? Wat is nou het geluid stopt.
Het geluid stopt. Doei. Oh, nou niet meer. Kut game. We moeten die andere kant op, denk ik. Wat moeten we dan doen? Hier, je ziet die luchtschacht. Zie je wel? Er is iets met die schacht of zo. Maar we kunnen hier niks, dus we moeten terug. Het feit dat dit niet goed is voor mij... Dat was op... Oh, wacht, Rens. You're walking on table. Rens. Ik doe mee. Hallo. Kun je daarin, ergens? Nee, maar het zou maar wel raar zijn als er eentje uitkomt, poppen. Ik hoorde wat. We moeten hier toch wel naartoe. Maar wat is hier dan? Niet veel. We moeten wel naar deze kant, volgens mij. Huh? Oh, wacht, nu zie ik het pas. Hallo. Nee, kunnen we niet hier door. Huh? What the fuck? Oh, ik snap niks van deze game. Echt. Ik hoef niet. Misschien moeten we eenmaal terug. Goed. Waarom speelde ik dit? Moet hij zijn. De deur gaat open, dus er moet iets zijn. Ja, misschien moeten we eenmaal terug. Nope. Dat is een bord. Succes, kom je rustig achterna. Maar hoorde ik, hoorde je dat? Ja, ik hoorde piep, piep, piep. Moeten we hier zijn? Hier. Dit is onze cel. Sorry, ik vind dit niet leuk. Ik heb hem nooit zo horen janken. Oh my... Er zitten meerdere verdiepingen. Ik zie nu pas hoe groot het is. Serieus? Kijk naar boven. Ja, dat zag ik. Oh mijn god, dit is zo groot en ik hou ja, daarvan. Ik heb de deur gevonden. Dit is zo groot, waarom? Waarom is het zo groot? Ik hou... Oh, god. Als we het te lang over doen, worden we waarschijnlijk getipperdicht. Ja, dat merk ik. Waarom doen we flashlight het nou weer niet? Flashlight, bye. Sowieso komt er iemand op je. Hallo? Nee, oké. Okay. Jawel, die deur. Dus loop nou eens een keer niet achter. Ah nee, je zit boven. Maar ik hou niet van groentes. Hallo, kamer? Oh, als ik dit al zie, ik ben al gelijk... De pist out! Nee, wat? Dit vind ik niet leuk. Hé, nee. Oh, jij gaat... Zo! Ik schrok van jou. Ik schrok even van om rat. Te mededelen, Zoe schrok van de rat. Dus ik kan de rat zo'n deur openen. Okay. Ja! Dus doe even normaal! Ik heb gewoon een hele. Mag ik heel even kijken of jij überhaupt nog op film staat? Ja. Oh my god, dit is zo niet te doen. Waarom kan een rat een deur openen, inderdaad? Ja, dat vroeg ik me dus af! Ja, een rood lichtje, komt ie. 3, 2, 1, 1. Doei. Alle deuren gaan open, zeker. Nee, andere. Wij moeten nog hoger. Hoe hoog is dit niet al niet? Of we moeten naar beneden. Nee, ik ga gewoon naar boven, fuck it. Ik vind boven leuker dan beneden. Ik denk dat ik beneden leuker vind omdat we op 2 verdiepingen zitten. Wij moeten naar boven. Hé, hey, dit knopje. Oh, dat weet ik niet. Er komt sowieso weer iets uit de hok. Of uit ze. Nee, we moeten nog een keer naar boven. It's a beautiful day. And I'm going this way. Wat gebeurt er? Oh! Dat? Dus, waar moet ik ook naartoe? I should find a way to get back. En ik sta naar boven! Nee! Ja! We gaan proberen niet te vallen, want misschien is dat het, hè? Schok van jou. We gaan wel proberen niet te vallen, ja? Mhm. Oké, dit is gewoon chill, horror games. Oh, ik moet op dit groene knopje drukken, of niet? Nee. Was er niet? Oh, echt? We gingen hier links. Nee, ik ging hier rechts. Maar ik ging links. Waarom ging jij links? Dan moet jij niet aan mij vragen. Dat doet mijn hersenen gewoon. Oh, ja, oh, dat was die rat. Oh my god, nu krijg ik het weer warm. Helemaal adrenaline in mijn lichaam. Wacht, mijn
Maar die rot liep hier naartoe. Ja, weet ik, maar zet maar aan. Druk nou eens op die knop. Ja, goed zo. Nu kunnen we door. Hier gaan we naar boven. Kunnen we ook naar... Zo, ga eens naar beneden. We gaan samen naar beneden. Zeg niet dat dit de opening is voor deze deur, hè? Nee. Goed! We gaan samen weer naar boven. We moesten die rat volgen. Die rat ging veel te snel, Zoe. Dat hadden we niet gekund. Nu ga ik alleen een voetje op dat ding zetten. Of we moeten op het midden staan, denk ik. Dat die dan pas geactiveerd. Maar we gaan gewoon even op het midden lopen. Over een klein stukje lopen. Goed, hier zat een brug. Wee. Maar echt hoor. Ik kan er niet langs. Nee, hieronder zit ze. Val. Je moet echt in het midden lopen, denk ik. Ik ga even kijken of hier nog iets is. Yo, echt perfecte flashlight, zeg. Goeie nee, kwaliteit. Helemaal niks. Nee, we moeten over die brug. We moeten wel over de brug. Maar als we nou snel gaan, gewoon echt run, speedrun, oké. Okay. 3. Wacht, wacht. Oké, tegelijk. 3, 2, 1, go. Ja. Kijk, hier liep ik overheen. Goed. We hebben het gehaald, dus volgens mij moesten we wel hier zijn. Oh nee, zeg nou niet volgens dat we... Volgens mij moesten we echt beneden zijn. Zeg, ik denk het wel, want we moeten die sleutel hebben, want die daar ook is open. Die is daar ook open, bedoel ik. En dan nee. Hallo, waar is dat? Waar is wat? Waar is die? Ik wist het. Volgens mij moesten die wel hier zijn. Ja! We hadden het niet moeten flikkeren. Alsnog wel, weet ik niet nodig. Links of rechts? Vrouw. Zo. Vrouw gaat even gewoon rechtdoor. Waarom heb ik het gevoel dat dit een hele... Oh, nee. Lange gangen. Wat nou? Jij doet de deur open, maar dan. Ja. Ja. Oh, zet maar lekker hard, joh. Geen probleem. Oké, okay, let's go. Lange gang. Daar hou ik van. Trouwens, kunnen we dit... Oké, okay, ik ga alle deuren... Ik moet niet meer zo'n mietje doen. Ik ga gewoon lopen. Hé, als ik een boel laat, gaan mijn oren beter open. Deur. Kan ook niet open. Dan moeten we naar rechts. Daar is hier niks. Oh, jawel. Is hier niks. Dat is een hele lange gang, Zoe. Waarom zijn deze kamers zo raar? Eeuw. Hallo. Knopje. Oké, wacht. Ben je ready? Ja. Zo, dat was eng. De deur ging dicht. Wow. Sowieso komt er iets langs gerend. Oh, wacht. Ben jij dan? Oh, nee, dat is licht. Sowieso komt er iets langs gerend. Kijken. Ja. 10 out of 10. Typisch een horror game. Er zit zo'n tralies en de deur gaat dicht. Wat gebeurt? Wat? Ja. Wat? Ja, ik ga moet aan papa doorgeven als het goed is. Dus ik moet even deze soort stream afmaken. En dan kan ik het vertellen. Oké. Okay. Oh mijn god, wacht. Hij staat nou daarachter dan. Sorry. We moeten terug waar hij loopt. Ja. Ik ben... Hier, niet volgens mij. Hij gaat sowieso om het hoekje staan. Hij kon geen andere kant op. Hij gaat sowieso hier staan. Waarom? Oh, mijn oor is... Oordicht is zo irritant. Is hij niet in de vent schopt? Dat hoop ik maar niet. Want het is niet chill. Oh, ik zie nou een bloedspot. Oh, oh, hij is hier. Ik zie niet een nice. Bloedspot. Oh, dit is een grote. Dit is een badkamer. Ik heb dit op 10 gezien. Sis, meneer, is dit een fucking wastafel? Ik heb het op 10 gezien. Is dit diep? Het is heel diep. Het is een hele diepe... Hier douchen ze toch niet in, hè? Nee, 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 nee. Ik heb andere douches. Hoop ik maar niet voor hun. Een gun. Heb je een gun? Nee, die kan je niet oppakken, tuurlijk. 10 out of 10. Oh, hier. Een gun. Waarom liggen allemaal guns en mag ik die niet gebruiken? Kom ik hem even neerknallen? Ik zei het juist in een event gehoopt. Nee.
Want dan weet hij er meer over, dus jij gaat volgen. Nou nee. Let's go. Ja, val alsjeblieft daar niet in. Ja joh, bloedstrepen in de ding. 10 out of 10 horror game. Achteruit. Did you see something? Ja. Yeah. I didn't see anything. Goed voor mij. We moeten hier naar beneden. Huh? We moeten terug. Weet waar we naar beneden moeten. Oh, ik wist het. Oh, ik zag gewoon. Wat ligt daar? Oh. Wat ligt daar? Ja. Mij, ik lig hier. Ik dacht dat het een mes was of zo. Ik lig hier. We moeten terug. Alsjeblieft zeg dat we terug moeten. Nope. Waar hadden we die key dan op dat moment van? Nou, geen idee. We gaan in ieder geval de goede kant op, dat weet ik wel. Hallo? Huh? Huh? Waar zijn we? Huh? Waar zijn we? Wit. Dit is iets heel anders. Ik ga hier achter staan. Hallo? Mag ik hierin? Nee. Ook gewoon een kast, mag ik hierin? Mag ik toch in de kast? Nee, we moeten iets verder. Dat is ook een beetje logisch. Ja joh! Ja joh! Oké, okay, check even deze voor de zekerheid. Nope. Oké, dat was ook logisch. Nog meer cellen. Hi. Oh nee, hier zitten volgens mij de mensen die het ergste zijn. Oh nee. Nee, dit zijn niet de mentaal gestoorden. Oh nee, wacht. Die hebben natuurlijk het ding nodig. Mentaal gestoorde. We waren nog een prison tycoon. Oh, oké. Hallo. Links ging... Oh, kwam hij uit... Ik krijg het weer heet. Ik schrok niet eens. Moeten we hier zeker in? What the fuck? Oh, het is gewoon een toilet. Ja, boem. Let's go. Ik wou eens even drinken. Er zat geen water in. Oh, ik zweer die flashlight, hè. Wow. Oh, we zijn nu aan de andere kant. Wow. Wow. Oh ja, die deur gaat ook weer open. Hi. Wacht, sorry. Een B. Oh nee, een 3. Een B, een 3. Een 3. Kom nou eens terug. Hoezo? Kom eens terug. Een 3, ik heb er een foto van gemaakt. Ja? Ja? Ja, dat kennen we nu. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Check daar die deur. Godverdomme. Het zijn de verdiepingen. Maar het is wel gek foto's maken. Dat is niet. Tuurlijk, focus lekker op mijzelf. Rens, hallo. Hi. Hey, Dommie. Ik hou hier niet van. Prachtig. Hey. Die stoel doet niks, zoiets. Oh, ik ben precies de goede kant. Waarom lijkt het op een huisvloer? Omdat het een school is. Oh my god, nee. Gaan we nou naar... Heb ik gedacht op een mimic te lijken? Dit is gewoon letterlijk de school, maar dan... Oh, ik zie een knop. Zo, ik zie een knop. Waar? Maar ik ga... Wacht, voordat je het doet... Ik ga wel zo kijken. Maak je nou een foto van mij? Nee. Van wat erop staat. Heb iets. Wat staat er dan? Oh, F309. Oh. Heb ik niet eens gezien. Is goed dat jij het ziet. Hallo? Eentje! Waar? Onder de koe. Nee, dat kan ik niet. Nou, en dan ga ik de deur uit. Scared of. Of zit hij hierin? Nee. Wat de fuck is dit trouwens voor kamer? Oh, een kantoor. Leuke kantoor. Dit is echt een gesprekkamer. Ik zag hem kruipen als het goed is. Kroop hij of liep hij? Okay, ik zag hem lopen in ieder geval. Oh mijn god, ik snap wel waarom. Ja joh, hij is dicht en hij komt hier doorheen. Nice. Tuurlijk. Is een hartslag of is dat... Dat is een hartslag. Oké. Okay. Godver, waar moet jij hier naartoe denk? Ja, we moeten naar beneden. Doe even zo in nou. Ze is al helemaal buiten adem. Ik ben niet buiten adem. Zou ik hier op kunnen lopen? Nee. Jawel, jawel, zie. Oh.
Ik wil je opproberen. Oké, snel omdraaien. Hey. Oh. Mooi, even opnieuw. Ik ga erop. Ik draai in één keer om. Hallo. Hallo. Oh, ik word eraf gekauwd. Oké, okay, let's go. Trouwens, dit vind ik geen chille kamer als we hierin moesten. Ja joh, weer meer gangen. Oh ja, wij moeten hier naartoe. Hé, hey, een sleutel. Nee. Een sleutel? I need a key to open this electric box. We moeten een key zoeken. Oké. Okay. Die deur gaat ook niet open. Dan loopt hij daar naartoe. Ja, die gaat ook niet open, maar dan loopt hij... Nee. Welke verdieping is hij? Wit. Did you just... Oh my god! Oh nee! Dank je wel, maar ook gewoon kut. Dus, we kunnen weer verder. Even mijn telefoon, want mijn telefoon. Ik ga dit er niet uitknippen. Oh mijn god, nee. Ik hou het van. Ik haat zulke kamers. Het is een basketbalding. Gaat sowieso iets groots gebeuren. Huh, wat is dit? Oh, dat is een... Sleutel, wou ik zeggen. Oh, jij schrok ook, hè? Ik schrok van jou! Waarom valt er ook zo je klote bal? Waarom is dit allemaal ouderwets en dan een keer tudu? Hallo, waar is de deur? Hey, bloed! Kijk toch gewoon naar bloed. Zo, ik kom nou! Heb je de sleutel? Ja, maar ik kan niet lopen. Ik zie het niet meer als is. Moei. Daar is de deur. Ah, dank je. Nou. En nu, als jij bij me loopt, zie ik iets. Key, nou, daar heel de zoektocht voor niks. Ja. Let's go. Nee, hou op. Oh, hij doet het wel. Nou, knopje aan. Wat nou? Gaat deze deur open? Joink. Let's go. Weer buiten. Daar had ik toch geen zin in, zeker. Kijk, ik ga wel eerst even hiertje rondchecken. Nou werkt mijn flashlight ineens beter. Mijn ook. Waarom hou ik gewoon echt niet van deze soort dingen? Nee, dat hoor ik. Niet doen. Niet doen. Dat zijn krekels. Weet ik, maar dat klinkt niet echt als een krekel meer. Wat? Een krekel die niet als een krekel klinkt. Waarom heb ik gevoeld dat hier niks is? Oh, we moeten... Nee. Goed afgebakend. Ja, goed afgesloten bedoel ik. Ja joh, gaan we hierop lopen. Jumpscare. Ja, staat hier een deur. En tuurlijk gaat hij weer open. Hoe toevallig. Nee. Nee? Next. Sowieso komt hier een jumpscare. Hallo? Ja, hier komt een jumpscare. Oh mijn god. Wat? Ik ga er omheen lopen als je het niet erg vindt. Wat de? Get out of zo. Ja, get out now. Daar kom je wel een beetje laat mee. We zitten er al heel lang in. Zeggen ze, get out. Mooi. Gun. Hallo? Waar ben jij? Hier. Wat is dit? Waarom noem ik flashlight niet? Hallo? Oh mijn god, ik liep in de gang waar ik niet eens iets zag. Jens, hallo. Hallo, ik zie jouw naam niet. Je springt bij mij. Oh, hier is de deur. Ja. Gun. Ja, maar mijn flashlight, ik zweer die flashlight, hè. Ik hoor ik doorlopen. Zijn mijn eigen voetstappen. Ik kom niet verder omhoog. Oh. Ik kijk even naar het licht. Rens, er zit iets roods onder. Wat? Ik heb hier zin in. Waar ben je? Ja! Godverdomme! Allemaal jouw schuld. Jij hebt dat
Maar we wisten niet waar we moesten lopen. Wacht, volgens mij moeten we rennen. Oh. Run. Hij komt sowieso om het hoekje. Boeit me niet. Let's go, naar rechts. Wat raakt je dan? Kunnen we niet door? Nee. Oh, dat is een doos. Dat is doodlopend. Mwee. Niet, nee Zoe, niet mij voor laten lopen. Ik ben al een zwak mens op dit moment. Waar moet ik naartoe? Oh. Ah! Zoe schreeuwt. Goed. Hoi. Andere kant op. Andere kant op. Ja, ik weet het. Mijn flashlight werkt niet. Waarom heb ik niemand? Ik ben aan het trillen, jongen. Go. Get to me free. Go, run. Oké, nooit meer. Ik ga niet meer aan beginnen. Deze game heeft sommige jumpscares, joh. Dat is niet helemaal... Oh, hallo. Stoelen. Oh, nee. Ik ga het honkie. Honkie! Zoe, laat me niet achter. Nu? Gaat iets gebeuren, dat weet ik gewoon. Ja, zie. Nou, wat gaan we vandaag krijgen? Ik schreeuw, als ik schrik schreeuw ik hard. Hey! You! Hoe slow mo ik al? Human being sitting just in front of me. Zo was? Ik weet niet of jullie het hebben gehoord, sorry, maar... Great to finally have someone. Oh mijn god, mijn dingen slomen dat wat zij praat. Ja, nu bij mij ook. Nou niet meer. Ik zei toch dat die skeleton aan was? Het is gewoon haar lichaam. Locked. Ik heb trouwens wel gehoord, ik heb mijn geluid even aangezet. Ja. Ja, bij jou gaat het sneller, bij mij klopt het hoofd niet, maar ja. Nee. Ik word teruggeteleporteerd. Ik ben er al. Het was Halloween en zij in één keer gaat gewoon dood. Het is wel echt een lief verhaal. Dat? Nou, lief. Het is erg. Nee, het is een lief verhaal, want ze wou ons niet bang maken en zo. Snap ik. Maar ja, wat doen wij? Schrikken! Oh,
situatie wel loopt vast. Thank you for giving me back my life. Bla bla bla, dat heeft je net gezegd. I will not forgive you, my savior. Goed, nu gaat er wat gebeuren. The end. Moet toch? Ja. Oh, ja. Yeah. Thank you for playing, liking, enjoy. Ja, ik weer een badge. Ik heb al zoveel badges de laatste dagen gekregen. Ik niet. Echt, ik heb er meer dan 26 gekregen onderhand. Oh ja. Wanneer je Roblox speelt. Ik vond deze wel echt leuk. Dit is, de echt, tweede was echt het leuk. Best. De tweede was het best, ook al moesten we opnieuw beginnen, maar we wisten wat we moesten doen. Het stond gewoon een deur. Jouw schuld. Mijn schuld, jij keek ook zo. Jij viel naar beneden. Oh, oh ja. Ja, we hebben ook niet even 5 uur over gedaan. Stop met handje. We hebben ook 5 uur over gedaan of zo voor de... Meid. Het is goed weer, hè. Doe het. Ik heb echt een handje tik. We hebben er echt 5 over gedaan, moet je zeggen. Ja. Dit was de Horror Game. Mensen. Oh ja, nu zie ik mezelf. Als je dit zeker leuk vond en jullie meer van Horror Games zien met mij, Zoe. Of een keer dat jullie met Sam ook een keer willen zien. Kun je ook nog vragen of wat dan ook. Ik doe weer die handjes. Hij dacht iets met handjes. Ik hou mijn handjes vast. Nou, in ieder geval. Handjes, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Klik zeker op het blauwe mail. Klik naar abonneren. Om de 1000 abonnees te halen. Want dat begin ik een beetje. Dat wil ik nou onderhand wel halen. Ja, dat snap ik. Ik had mijn notities bijgehaald met nummer 13. Ik dacht wat ik verder moest. Nou, in ieder geval. Tot de volgende keer. En hou. Doe. Jezus. Some more.